Het EK is nog in volle gang en de eerste competitiewedstrijd wordt pas over ruim 2 maanden gespeeld. Maar de eerste eredivisieclubs zijn alweer met de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Het NEC van Mario Been stond maandag als eerste ploeg weer op het veld. En dus worden zijn spelers alweer vroeg aan een conditietest onderworpen. Ja, nou ja, in principe is dat ook vroeg, maar wij gaan het op een andere manier doen. We zijn al 5 weken vrij. Nou, dan hebben we besloten om nu 2 weken te gaan trainen. En dat houdt in dat we morgen vertrekken met de hele selectie naar Bonaire en Aruba, waar we 12 dagen zullen op trainingskamp gaan. Daarna zijn de jongens weer 2 weken vrij en daarna gaan we 6 weken door. Dus we proberen die lange periode die we hebben zo goed mogelijk in te vullen. En wij denken dat dit de juiste manier is. Voorafgaand aan de training zijn alle spelers gewogen en tijdens de training worden ze uitgerust met hartslagmeters om te testen hoe fit ze zijn na 5 weken zonder training. De resultaten vielen Been niet tegen. Hoe is het binnen? Nou, ik moet zeggen, ik hoorde net onze nieuwe looptrainer Twan van der Rolberg. Hij zegt, ze staan er goed op. Dat kan je ook zien aan de test die we gedaan hebben. Ze zijn precies op de juiste momenten en op de juiste tijden binnen. Dus dan schijnt het aardig te zijn. Maar goed, nu wordt het uitgedraaid in de computer, dus dan kan het wel totaal iets anders zijn. Er was vorig jaar op een gegeven moment dat de trainer niet zo blij met jou was. Dat je met een paar kilo's extra hier op de training aankwam. Dan kom je nu, ben je ook gewogen neem ik aan. Hoe sta je ervoor? Ja, ik sta er goed voor. Dus het kan alleen nog maar beter worden. Ik zal in ieder geval voor zorgen dat het niet de tweede keer gaat gebeuren. In vergelijking met vorig seizoen telt de selectie 1 nieuw gezicht. Lasse Schöne, die is overgekomen van de Graafschap en maandag dus zijn eerste werkdag in Nijmegen had. Ja, leuk. Het is leuk om iedereen te zien natuurlijk, de groep en de medische staf en de trainers. En dat is leuk. Ik heb een heel goed gevoel. Leuke jongens en leuke mensen. Dus ik kan niet wachten om te beginnen. Been wil voor komend seizoen met name nog de nodige aanvallende versterkingen aan zijn selectie toevoegen. Want behalve Kevin Bobson en Jermaine Lens raakt hij met Brett Holman nog een derde voorhoedespeler kwijt. Als hij goedgekeurd wordt door AZ, dan is hij weg. Ja. Dat is een flinke aderlating. Dat is heel vervelend, maar Brett had nog een 1-jarig contract bij deze club. En als je dan kijkt naar het belang van de club, is het logisch dat als zo'n speler dreigt te vertrekken met nog een 1-jarig contract, dat je daar in ieder geval je geld voor pakt. Dat heeft de club goed gedaan. En of ik daar blij mee ben, ja, dat is vers 2. Omdat zowel Ajax als Feyenoord en ook PSV een nieuwe trainer krijgen, hoopt Been met name uit die hoek op nieuwe spelers. Nou, die gaan dadelijk evalueren hoe hun selectie eruit ziet. En dan kunnen wij kijken of we eventueel spelers daarvan kunnen overnemen. Hè? Want dan doel ik natuurlijk op Leonardo, daar hoef ik geen geheim van te maken. Eventueel Slory bij Feyenoord, Tim Vinken van Feyenoord. Dat zijn interessante spelers. Maar goed, zo hebben we er nog meer op mijn lijstje zonder daar nou namen van te noemen. Maar ik zoek dat soort type spelers met diepte en individuele acties. Nou, dat hebben we in ieder geval. Dus we zullen af en moeten wachten of wij die ook werkelijk binnen kunnen halen. Je hebt als analist gefungeerd tijdens het EK. Heb je daar niet nog een leuke spits gezien? Ik heb er wel een paar gezien. Bij de Russen liep een aardige. Dus wat dat die zou ik wel willen hebben. Ik vind die Villa ook wel aardig. Maar ik denk als ik daarmee aankom bij Carlos dat hij daar niet echt blij van wordt, nee. Met Schöne heeft Been de opvolger van Holman in elk geval al in huis. De Deen is zelf vooralsnog bescheiden over zijn persoonlijke doelstellingen. Het zou natuurlijk het liefst goed presteren en dan proberen een basisplaats te krijgen. Dat is natuurlijk de eerste. Maar goed, het is natuurlijk een stapje hoger dan de Graafschap. En dat is het, was het eigenlijk voor mij. Ik zou graag even een stapje hoger. En een stapje zo ook naar het spelen natuurlijk de UEFA Cup. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Dit jaar mag meemaken. Dus de verwachting was eigenlijk een stapje hoger en dat is nu eigenlijk gebeurd. Dus, en de volgende stap is een paasplaats proberen te krijgen en hard werken. Ja, nu 10 dagjes Bonaire. Serieus trainen of vakantie vieren? Nou, trainen kennen en als ik zo de eerste dag zie, zou het wel geen vakantie zijn. Succes dan maar. Dankjewel.